gaan kijken naar een toepassing van de Lorentzkracht. En die toepassing dat betreft de stroomspoel. Nou, wat is een stroomspoel? Een stroomspoel is eigenlijk niets anders dan een draad dat rond is gewikkeld. Dat kan rond zijn of dat kan, zoals in de tekening hierboven, kan het een vierkant zijn. Voor het verhaal maakt het verder niet, voor de werking maakt het zeker niks uit of de stroomspoel rond of vierkant is. We pakken hem vierkant, want dan wordt het verhaal iets makkelijker te vertellen. Maar uiteindelijk maakt het niks uit. En dat draadraam, want dat is het dus eigenlijk, dat kan roteren om een as. Er zit een asje in het midden. Ik zal er een pijltje bij zetten. Hier zit een asje. En daarom kan hij roteren. Zo of de andere kant op. Dus hij is te bewegen. Wat gaan we doen? Die stroomspoel die wordt geplaatst tussen twee magneetpolen. Dus in een magnetisch veld. En we gaan stroom laten lopen door die stroomspoel heen. En wat je dan krijgt is stroom, bewegende ladingsdeeltjes in een magnetisch veld. Dan kan er een Lorentzkracht optreden. En we gaan kijken in deze situatie, zoals ik hem hier geschetst heb, wat er gaat gebeuren met de stroomspoel. En je raadt het natuurlijk al, hij kan draaien. En de vraag is dus hier eigenlijk, draait de stroomspoel met de klok mee of gaat hij tegen de klok indraaien? Om dat te kunnen doen gaan we alle vier van de zijden van die stroomspoel gaan we één voor één bekijken. En we gaan door middel van de linkerhandregel kijken of er een Lorentzkracht is en zo ja in welke richting dat die staat. Nou, ik zei vier zijden, welke zijn dat dan? Dat zijn de zijde AD en de zijde AB en BC en de zijde CD. Want we hebben een rechthoek immers. Nou, laten we eens beginnen bij de zijde AD. Als je daar goed kijkt, dan zul je zien dat de stroom loopt in deze zijde, in deze richting, naar boven. Kijk maar, de stroom komt er hier aan. Gaat bij A, maakt hij een rondje en bij D komt hij weer terug. Dus de stroom loopt schuin naar boven. De magnetische veldlijnen lopen schuin naar beneden. En dan gaan we eens kijken met de linkerhandregel. De binnenkant van de hand opvangen van de magnetische velden. Nou, dat lukt. En dan de vingers in de richting van de stroom. Nou, probeer het maar mee voor het scherm. En je zult zien dat dat niet lukt. Je kunt niet en de magneetvelden opvangen en tegelijkertijd de vingers in de richting van de stroom houden. Dat komt, dat heeft ermee te maken dat in de zijde AD de richting van de stroom evenwijdig is aan de richting van het magnetisch veld. En als dat zo is, dan is de conclusie dat er geen Lorentzkracht is. Dus de zijde AD voelt geen kracht. Goed, dan gaan we eentje verder. De stroom loopt van A en gaat naar boven naar B. Dus de stroom loopt in het gedeelte AB loopt die naar boven toe. Gaan we weer met de linkerhandregel kijken of we de veldlijnen kunnen opvangen. Dat lukt. We kunnen ook zelfs de vingers in de richting van de stroom houden. Dus we weten al dat er een Lorentzkracht zal zijn. En als je je linkerhand goed houdt, dan zul je zien dat die Lorentzkracht, de duim, hè, die gaat dan de duim strekken. De Lorentzkracht die staat dan naar beneden toe. Dus op de zijde AD werkt er een kracht naar beneden. F. Lorentz. Om het verhaaltje even af te maken eronderin, zal ik het ook weer even opschrijven. Op de zijde AB staat, is de richting van de stroom loodrecht op de richting van de veldlijnen. En in dat geval krijg je een Lorentzkracht, F. Lorentz. En die staat dan naar beneden. In ons geval. Ik heb hier rechts heb ik eigenlijk het bovenaanzicht getekend van dezelfde situatie. En in het bovenaanzicht kan ik ook aangeven, nou in de richting DA gaat de stroom die kant op, hebben we net al gezien. In de richting AB gaat de stroom die kant op. En de stroom staat daar loodrecht op het magnetisch veld, dat kun je heel mooi zien in die rechte tekening. En er is een Lorentzkracht op de zijde AB en die staat naar beneden gericht. En hoe gaven dat ook alweer aan? Dat was een kruisje.
De Lorentzkracht werkt hier naar beneden. Dan gaan we naar zijde BC. Nou, zijde BC, probeer maar je hand weer te houden. Maar je hebt eigenlijk dezelfde situatie als op zijde AD. Zo loopt de stroom. En de stroom loopt evenwijdig aan het magnetisch veld. Dus de richting van de stroom is loodrecht, evenwijdig aan de richting van het magnetisch veld. Oftewel, geen Lorentzkracht. Laatste zijde, CD. De stroom loopt van C naar D. Van C naar D. Nou, dan weten we al natuurlijk. In het plaatje kun je al zien dat de stroom hier weer loodrecht staat op het magnetisch veld. Dus er is een Lorentzkracht. En als je nu met je rechterhandregel gaat, linkerhandregel gaat achterhalen. Opvangen van de veldlijnen in de richting van de stroom. De vingers houden. Dan staat je duim naar boven gericht. Dus er is een Lorentzkracht. En die staat op zijde CD naar boven gericht. Dat kunnen we ook aangeven. Op zijde CD staat er een Lorentzkracht naar boven. En ook hier kunnen we het aangeven, want dan komt die hier dus het papier uit. Dat is het bovenaanzicht. Het komt dan naar je toe. De Lorentzkracht in geel getekend staat naar boven. Nu kunnen we concluderen wat er gaat gebeuren met het stroomspoeltje. Het stroomspoeltje kan draaien. Bij zijde AB wordt de stroomspoel naar beneden getrokken. Bij zijde CD naar boven. Dus die stroomspoel die gaat draaien. En die gaat draaien tegen de klok in. Zijde AB gaat naar beneden. En zijde CD gaat naar boven. De vraag is tot hoever gaat dat? En dat zal ik je laten zien in de volgende situatie. De tekening is misschien niet zo netjes als die vorige, maar ik hoop dat het idee duidelijk is. We hebben net gezien dat de spoel die we net hadden tegen de klok in ging draaien. Ik heb hem hier getekend de kwartslag later. Dus zijde AB is naar beneden gedraaid en zijde CD is naar boven gedraaid. Wat gebeurt er nu in deze situatie? Om dat te achterhalen kunnen we ook weer kijken voor elk van de vier zijden of er een Lorentzkracht staat en zo ja in welke richting dat die staat. En ik doe dat even wat sneller dan net. We zien nu dat in de zijde AD de stroom naar beneden loopt. Die staat nu ineens wel loodrecht op het magnetisch veld. En als je je linkerhandregel toepast, zul je zien dat er een Lorentzkracht op die zijde staat. En die Lorentzkracht die komt naar voren toe. Op zijde CB staat ineens ook een Lorentzkracht. En die staat naar achteren. Als het draadje, als die stroomspoel heel slap zou zijn, dan zou die hierdoor vervormen. Maar we gaan ervan uit dat die vrij sterk is. Hij kan verder niet bewegen in deze richting, naar voren of naar achter. Dus die Lorentzkrachten die zijn er wel, maar die zorgen niet voor een beweging van de spoel. Hoe zit het op zijde AB en zijde CD? Nou, op zijde AB staat de Lorentzkracht nog steeds naar beneden. Dat mag je zelf achterhalen. En zijde CD staat hij nog steeds naar boven. Maar ja, hij is nu gedraaid. Hij kan niet verder naar boven of naar beneden draaien. Zijde AB is op het laagste punt. Zijde CD op het hoogste punt. Dus de stroomspoel zal niet doordraaien. Als hij zou doordraaien, dan gaat die Lorentzkracht juist tegenwerken. Dus wat zie je dat er gebeurt bij zo'n stroomspoel? Op het moment dat je een stroom erheen laat lopen, dan schiet die spoel naar deze stand, naar de evenwichtstand. Maar hij draait niet door. Er is een trucje nodig. Een handigheidje nodig. Wil je van deze stroomspoel iets maken wat wel blijft doordraaien? En zoiets wat dan blijft doordraaien, dat noemen we dan een elektromotor.